Hallo mensen, weer bij weer deze tweede carrière mode op mijn kanaal. En vandaag ga ik weer laten zien, vandaag zijn we weer terug. Zijn bij, we gaan kijken of we een transfer aanbieding hebben van Rudiger. Ik heb even alle dingen gekeken. Kijken. Het is vrijdag, aanbieding. We gaan niet naar Schotland. Nee, ik wil niet. Schotland, het voelt daar niet. En ik voel daar niet, ik zou voor Nederland gaan kiezen, maar het is tijd. Gaat Rudiger, gaat niet naar hier komen. We zijn nog steeds eerste in de competitie, 33. Maar we hebben ook in de vorige aflevering hebben we gezien dat we ook dik hebben gewonnen van Napoli. Zo met 4-5-1, ja 5-1 staat daar, 1-5. En vandaag moeten we weer optreffen tegen Almere City. We gaan een verslag doen. Het verslag die we hebben. We gaan het team. Gaan we wat zeggen wat we van de opstelling doen. We gaan een paar opstellingen regelen. En vandaag gaan we een verandering zien in de basis. Bij deze gaat Bobby weer de basis in. Zoals altijd. Maar we gaan Bakayoko nu in actie zien bij de rechtsvoor. Het rechtsvoor bij Ajax is nu Forbes en nu Bakayoko. We gaan nu snel wissel doen met Forbes. Klein warming up. Maar Van Brugge heeft deze afgelopen tijd ook goed gekiept. Diek heeft nog steeds een basisplek. Maar ik zit te twijfelen. We gaan door naar de selectie kijken. Dit is de opstelling die Ajax gewoon simpele opstellingen die er tussendoor komen. Maar we gaan door naar het team. We gaan kijken of mijn keeper Ramai is uitgeleend. Die komt terug op 01 juli 2025. Ja, Gorter mag daar blijven. Wacht even. Baas is naar NEC. Wacht even mensen. Zo ben ik weer. Kijk, we willen uitgeleverd op transfer. We gaan naar. Willen we voor Rudiger 51. Maar is het die Traoré? We gaan door naar de eerste wedstrijd. Nee, niet de eerste wedstrijd. Tegen Almere City. Maak je klaar voor thuis tegen Almere City. Mulo. Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar deze speler.
We gaan eens zien of deze topscorer van de competitie ook vandaag gevaarlijk kan worden. Een goede dag allemaal en van harte welkom in de Johan Cruijff Arena. Ja, ik praat even niet, dan hoor je dit. Goed, ik ga deze volledig laten zien. Bij mijn collega en ondergetekende. En vandaag mag u gaan genieten van voetbal uit onze eigen Eredivisie. Een interessante wedstrijd, zeg Jeroen, voor de liefhebbers vooral. Ja, ik ben heel benieuwd naar deze ontmoeting, hoor. Ik kijk er rijkhalzend naar uit. Zie het, laat maar komen die wedstrijd. Daar heb je Willem Schijnen als een ster. Een legioen bij Team Ajax. Bergwijn, Brian Brobbey, Bakayoko, Willems. Het is bij elkaar verkeerd. Maar kijk, de opstelling Erik ten Hag. Zit nu bij Manchester United. Die heeft deze seizoen weer een nieuwe speler aangetroffen. Seretski. Ja. Nou, dat is het alleen. Ik hoef niet van meer opstelling te zien, die hebben we al. Aftrap is inmiddels genomen. We beginnen aan de wedstrijd. Maar legioen, Willems, als een superster. Een superster, niet normaal. Om fire spelen. Sorry voor het overbelicht. Tegenstander veroveren. Willems. Verdedigende linie de bal. Doorgebroken met de bal. Dit moet hem zijn. Zo. Doelpunt nummer 1. Nou, die laten er geen gras over groeien. Hij steekt je aan het drinken. Counteren, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Kijk, ik moet je toegeven, Brian Brobbey heeft overtreding. Tot nu toe geen basis gedraaid. En dan, ik ga wel basis draaien. Maar ja. Vrije trap op een wel heel interessante... Maar even, zit Ekpom nog hierin? Of hebben we Ekpom verkocht? Ik ga Bellingham verwisselen voor Alvarez, doe ik. Kampositie. CM. Ik doe voor Rodrigo erin. Rodrigo gaat erin. Blik. Er komt iemand van de bank in het veld bij Ajax. Zo, er is hier niet veel. Van de lat. Maar waar hebben we Rodrigo van gedaan? Rodrigo? Volgens mij van Real Madrid. Hij is van Real Madrid naar Ajax Rodrigo gegaan. Moreno. En dan de voorzet. Oeh. Ja, dat is een schot vanaf de parkeerplaats. Van zo'n poging zit de doelman niet echt. Maar echt. Als jullie denken dat... Nou, dat dit erin moet. Het publiek roept, schieten. Nou, deze is ook helemaal goal. Binnen, zeggen ze in België. En zo staan Kijk, ze nu twee wij hebben een tactiek. Voor. Wat een luxe. Ik... Ja, tactiek... Moet je in je hoofd hebben, maar eigenlijk... Heb je daar geen tactiek in het spel? In het spel heb je gewoon licht aan hoe je dat doet en wat je allemaal gaat doen. Met de bal over de vleugel, want daar ligt de ruimte. Voorzet in de 16. Hij zet zijn hoofd er tegenaan, maar blijkbaar toch niet helemaal op de juiste manier. Ja, of hij het gewoon is een vierkant hoofd, of nog meer gewoon hoeken, maar hij gaat naast. Een... Ja, wat het ook is, zie je het. Gewoon hoe je het doet. Klopt. Het Kijk, stel je voor, dat hij van deze jij ligt... Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Redding. Rodrigo. De keeper doet er niet aan mee. Hij vindt dat hij genoeg heeft gescoord. Misschien de volgende wel weer. Het gevaar wordt eruit gehaald. En nu Bellingham. Jude Bellingham. Goal en wat voor eentje zeg.
Ze stonden al ruim voor, maar nu helemaal. Die heeft dus een oog voor het eerst gescoord, volgens mij. Actie. Die speler dribbelt de tegenstander voorbij, alsof hij er niet staat. En maar gewoon Willem. Geweldig. Hij is gewoon een van de best world. Daar is ondersteuning voor de aanvaller. Kijk, hij lijkt net zoals Cristiano Ronaldo en dan in het junior versie. Maar mensen, Rodrigo? Ik zit te twijfelen. Wie is de cv? Want Wijndal wil ik sowieso binnenkort weg hebben. Ja, weg. Ze zijn in de eerste helft op een ruime voorsprong. Daarvoor. Dit moet nog even voor laten zien, want er komt een enorm gevaarlijk moment aan. Een leuk prijsje. Nou ja, Stafschop, maar een leuk prijsje en een goede speler voor terug. Hier die heeft de aanloop voor de 4-0. Hij dit seizoen goed gedaan bij Real Madrid. En het ligt eraan welke speler ik ga opnoemen en dan weten jullie het alvast. Het is. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Rudiger. Ajax. Kijk eens even, die kunnen vrij eenvoudig oprukken over de vleugel. Hij blijft maar scoren. Nummer 3 hangt alweer in het net. Een hat-trick. Ja, een Rudiger. Die heeft dit seizoen ook goed gedaan bij Real Madrid. 5-0 alweer. En daardoor duidelijk. Die strafschop. Hij is gewoon een van de legend. Hij komt dit seizoen straks bij mij. Ga naar Ajax. Aan het dribbelen op weg naar het doel. Wij willen de rust in. We gaan de rust in. En Ajax staat voor. Deze eerste helft was een waar voetbalfeest, Siert. Kijk, ze spelen geweldig. In elke linie. Vaak gaat de aandacht uit naar de verdedigende kwaliteiten van het team. Omdat ze heel weinig doelpunten moeten incasseren. Maar nu was het echt genieten van al die schitterende goals. Prachtig gewoon. De aftrap is genomen. We beginnen. Ja. Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Gaat Stevie Bergwijn nog een goal in krassen? Hij vraagt om een uithaal. Prima actie van de keeper. De bal komt voor het doel. Een lastige kopbal. Maar hij weet die bal te keren. Goed gekopt. Maar minstens zo goed gestopt door de doelman. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. Ik zei net, gaat Bergwijn scoren. En hij scoort ook nog. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. Ja, wel later, maar ik zei, hij gaat wel scoren. De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen. Het staat 6-0. Wow, we zeggen tegelijk. Maar kijk, ik zie het niet, dus ik ga hem straks op volgende aflevering. Ja. We horen nu toch uit steeds meer hoeken dat Ajax een nieuwe speler wil contracteren. Wat? Het zou geen slechte zet zijn. Wat zeg je allemaal? We kunnen nu niet. We willen niet. We willen van Real Madrid alleen die Rudiger. We willen niet die spelen. Zit Ajax niet op te wachten. Alex ook niet. Maar mensen, ik denk. Ik zei ook in de vorige video. Ajax verliest de bal. Ik denk dat Ajax ver gaat komen. Hoe ik zie. Dat. Blijft aan de bal. Wacht. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Mooi goal. Ja, mooi goal. Goal! En wat zijn ze op dreef vandaag. Je raakt hier gewoon de tel kwijt. Wat een wedstrijd. Wat een dag. Ik heb zin in patat. Ja, zo deed hij dat. Aan je tegenstanders ontsnappen via de uitbraken. En dan ik vind die Vasquez goal van... Ja, Vasquez zo Faraboli. Sorry, dat was mijn box. Maar als ik zie wat hij voor talent heeft gedaan en hoe hij afgelopen seizoen heeft gedaan. Deze paar oefenwedstrijd. Duidelijk het verschil maakt. Ik mag niet liegen, maar hij is best wel goed. Hij is best wel goed.
De speler wordt geholpen. En ik denk dat hij ver gaat schoppen. Kijk, maar alleen... Dit is een scheidsrechter. Die snapt dat hij laat gewoon... Ik snap niet... Lijkt me een juiste beslissing. Die Frascastro... Fully. Goal, wat heb je gedaan met die typische ordeningen? Nou... Ik snap hem, maar hij is volledig volgens mij... Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens, is dat een, hoe snel worden omgeschakeld. Wat een mooie actie, zegt van die speler. Volgens mij is dat een... Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie het, dat bevalt hem wel. Wacht even. Heerlijk toch, al die doelpunten. Ik ga het zo zoeken. Eén team is duidelijk de baas. Voor nu. Is alweer één van de bal. Casco. Hij is goed. Hij gaat er niet in. Volgens mij is hij... Alive. Ik ga niet zeggen, maar hij heeft een Turkse afkomst. Volgens mij zijn Italiaan, als ik het goed heb. Wacht. Ja, het is een Italiaan. Die Italiaan, hij heeft wel pit in met trainingen, met training. Er komt iemand helpen. En gewoon. Kijk eens wat een mooie steekpaas. Op snelheid de bal ontvangen. En weg is die kans. Bijna op een goal en je mist hem. Ja. Kijk, als je 1 tegen 1 met de keeper komt, dan moet je gewoon koelbloedig zijn. Paas hem door. 8 minuten nog op de klok. De tijd dringt. Maar als ik zie hoeveel pit hij in die goal. Maar hoe hij pit erin heeft, is niet normaal. Hij heeft ja, een... Waar gaat dit eindigen? Nou ja, na ja, gewoon een goede team. Maar eigenlijk, hij komt van de voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Olympique Lyon. Ja, ik ga het als uithalen een Frans. Na die tackle is Frans die bal club kwijt. Waar wat dingen zit. Martinez zat. 3 minuten extra. Hij stoomt verderop. Fluit maar af. Nee, daar schrikt die keeper niet van. Fling door. Arbiter zet er een punt achter. Ja, we hebben gewonnen. Zegen voor de Amsterdammers. Nou, eigenlijk was er geen vuiltje aan de lucht vandaag. Een makkelijke wedstrijd. Maar vanavond is Ajax. Of zoeken tegen wie ze ook weer moeten. Want, ik ga niet verklappen, ik ga wel die is de enige, ja, dit is, het is nu 25-7. Maar ik zeg alvast, ik ga straks, alleen deze video wordt opgenomen. Ik ga hem zo beëindigen, ik ga nu beëindigen, ga ik snel die video opnemen. Die zet ik wel even online. En alleen die... En mensen, ik zie jullie weer in een volgende video op mijn kanaal. En dan, die carrière mode. Ik ga weer even snel die video opnemen. En enjoy. En daarna, de volgende video. Feyenoord Ajax. Zie jullie dan.